Dus men heeft een extra baan nodig omdat men op drukke dagen hier ongeveer 740 movements, dat zijn starts en landingen, per dag verwerkt. Dat is het maximale wat de huidige baan aan kan. Om je een idee te geven, London Gatwick is de drukste luchthaven ter wereld met één baan. En Brisbane komt op de tweede plaats, dus men werkt echt tegen de maximale capaciteit op dit moment. En men wil graag groeien, dus dat betekent dat men moet investeren in een nieuwe start- en landingsbaan. Nou, wat eigenlijk wel vergelijkbaar is, is dat de luchthaven van Brisbane in een hele waterrijke omgeving is gesitueerd. Dat betekent dat je niet zomaar infrastructuur kunt aanleggen. Dat betekent dat je de grond moet voorbelasten. Dat is iets wat wij in Nederland natuurlijk ook heel goed kennen. Dus om die baan te kunnen aanleggen, moet er eerst heel veel zand worden aangebracht. Dat zand wordt opgespoten en dat moet dan voor een bepaalde periode inzinken. En moet eigenlijk het goede fundament vormen waar de baan dan strakjes op gebouwd kan worden. Ik ben gevraagd om mee te werken aan twee hele specifieke onderwerpen. Dat is de naderingsverlichting van de baan en het instrument landingssysteem. Dus het systeem wat gebruikt wordt door vliegtuigen om te kunnen blijven landen tijdens slecht zichtoperaties. Twee onderwerpen waar wij als Airside Operation Manager op Schiphol veel ervaring in hebben. Dat betekent dat we ongeveer 35 staatsvliegtuigen hier gaan verwachten. Die moeten we gaan afhandelen en gaan parkeren. Dat is een hele uitdaging om dat allemaal passend te maken op het toch wat kleinere vliegveld dan dat Schiphol is. Maar enorm leuk om te doen.